De Rolodex-zaak speelt eind jaren 90. In Amsterdam doet de politie onderzoek naar een vermeend pedofiele netwerk waarin minderjarige jongens misbruikt worden door mannen uit gegoede kringen. Met gegevens uit de Rolodex komt de politie vier hooggeplaatste ambtenaren op het spoor. Onder wie topambtenaar bij justitie Joris Demmink. Door zijn werkgever, het ministerie, is zijn betrokkenheid altijd ontkend. Maar vandaag noemt een van de onderzoekers van destijds onder Ede toch de naam van Demmink. Die getuige, rechercheur De Koter, verklaart vandaag in een civiele zaak in Utrecht. Kunt u zich herinneren welke namen door rechercheurs toen naar voren zijn gebracht? Ja, dat kan ik me herinneren, ja. Dan noemt hij de namen van drie officieren van justitie en... De namen Waarbeek. En Demmink. En Demmink. Minister Opstelten blijft vandaag bij zijn standpunt dat dit niet klopt. Het OM heeft mijn ambtsvoorganger en mij natuurlijk daarna ook medegedeeld dat de oud-SG nooit is voorgekomen in het kader van het Rolodex-onderzoek. Verslaggever Geert Goedijn is op de nieuwsvloer. Ja, een onderzoek uit de jaren 90, Rolodex-onderzoek. Hoe is dat dan afgelopen? Ja, nou, dat onderzoek heeft uiteindelijk nergens toegeleid. En dat was voor de twee mensen die vandaag in Utrecht voor de rechtbank spraken erg frustrerend, zeiden ze allebei. Het is ook best merkwaardig als je de feiten op een rijtje zet. Het draait allemaal om ene Ger van R. Dat was een professor in Amsterdam. Hij zou een beetje de spil zijn geweest in dat netwerk. Er wordt dus gezegd dat hij bijvoorbeeld afspraken zou hebben geregeld tussen die mannen en de minderjarige jongens. Maar op het moment dat in die zaak, dus eind jaren 90, zijn telefoon getapt werd bij deze meneer van R. En dus ook toen viel dus in één keer die telefoonlijn helemaal stil. Oftewel, het leek alsof hij daarvan af wist dat die telefoon getapt werd. En toen er huiszoeking bij hem werd gedaan, toen zei een van de getuigen vandaag... toen leek het net alsof er een schoonmaakploeg bij hem langs was geweest. Er was echt helemaal niets meer te vinden in dat huis. Nou, een van de getuigen die vandaag sprak, dat is de andere als de meneer die we net in beeld zagen... Jaap Hoek, een voormalig hoofd van de zedenpolitie. Die zei vandaag, wij hadden het gevoel dat de zaak verlinkt was. Oftewel, dat er gelekt was naar de mensen die in de picture stonden... waardoor zij maatregelen konden nemen. Maar... hij zei er niet bij door wie dat dan wel niet gedaan zou zijn. Goed, Geert. En dan minister Opstelten. Die ontkende dus dat Demmink's naam is gevallen in dat onderzoek. Nou zegt die oud-politieman dat het wel zo was. Wat nu? Wie heeft er gelijk? Ja, dat is een ontzettend moeilijke vraag, Roelof. Want het is niet zomaar een verklaring. Het is in een civiele zaak die dus niet Demmink bijvoorbeeld als verdachte heeft. Hè? Die zaak die vandaag dient voor de rechtbank in Utrecht. Het is een civiele zaak, maar de mensen die daar verklaren staan wel onder ede. Oftewel, je pleegt een misdrijf als je daar zit te jokken. Nou ja, de vraag is natuurlijk hoe zit het nou precies? En dat is toch ook echt een vraag waar de Tweede Kamer zo langzamerhand ook wel echt antwoord op wil hebben. Zeer opvallend, de uitspraken die gedaan zijn in de rechtszaal. En daar lijkt ook tegenspraak te zitten in de antwoorden op eerdere Kamervragen die zowel door mij als de andere partij gesteld zijn. Nou, dat roept vragen op. En wat wij als VVD vinden, dat vinden we al heel lang, is dat in dit soort deze zaak alles boven tafel moet komen. Dus ik heb vragen gesteld aan de minister om te vertellen hoe het zit. Geert Goedijn, dankjewel. Let dat de heer Demmink zich op het standpunt stelt twee keer in Turkije te zijn geweest, in 75 en in 86, daarna niet meer, en zijn eigen agenda laat zien dat hij op de datum van 20 juli 1996 in Nederland aanwezig was en enkele dagen daarna in Brussel. U hoorde en zag hier meester Harro Knijf, advocaat van Joris Demmink, op 28 september 2013 voorlezen uit een agenda die in oktober 2011 al niet meer bestond. Toen verklaarde het Openbaar Ministerie namelijk, het computersysteem van het ministerie had na 5 jaar alle digitale reisgegevens gewist. Papieren agenda's waren evenmin nog aanwezig. Persoonlijke agenda's kon beklaagde niet meer vinden. Toen het Demmink beter uitkwam om de agenda's wel weer terug te vinden, was dat natuurlijk geen probleem. Van de vraag aan meneer Demmink, bent u in Turkije geweest? En dan zegt hij van nee, ik was er niet, Ik heb ook geen agenda meer. Een agenda die even later wel opdook, toen dat document opdook, bleek hij toch wel weer een agenda te hebben. Advocaat meester Knijf las eruit voor alsof hij hem al die tijd onder zijn kussen had bewaard. Een kunstje dat Knijf waarschijnlijk te binnen was geschoten uit een andere zaak, waar het ook goed uitkwam om ineens weer wat oude dossiers boven water te laten komen. De zaak rond de mysterieuze dood van zeeman Leo Rapmond, waarin Knijf optrad voor Shell. Wonder boven wonder kwam toen daags voor onze uitzending toch ineens het dossier boven tafel. Volgens Shell, omdat advocaat meester Knijf wat aantekeningen in een agenda van 1996 had teruggevonden.
En dan een nieuwe ontwikkeling in de zaak tegen oud-topambtenaar Joris Demmink. De man die al jaren beschuldigd wordt van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Hij is in de jaren 90 wel degelijk in beeld gekomen bij een onderzoek naar seksueel misbruik. Het zogeheten Rolodex-onderzoek. Dat zegt de voormalige Amsterdamse hoofdofficier van justitie Hans Wrakking in NRC. Tot nu toe werd dat altijd ontkend door de ministers van justitie. Het Rolodex-onderzoek was een diepgeheim onderzoek naar seksfeestjes met minderjarige jongens door hooggeplaatste personen. Het speelde in 1998. Er waren aanwijzingen dat er twee hoofdofficieren van justitie en een hoogleraar bij betrokken waren. Bij de rechtbank in Utrecht verklaarde twee weken geleden een oud-rechercheur onder ede dat Demmink destijds ook in beeld was. En dat wordt vandaag in NRC bevestigd door Hans Wrakking, destijds hoofdofficier van justitie in Amsterdam en initiatiefnemer van het onderzoek. In het inlichtingenwerk bleek dat bij de BVD belastende informatie was binnengekomen over Demmink. De chauffeur van Demmink, overleden in 2000, had tegenover de BVD verteld er niet meer tegen te kunnen. Hij zat ermee dat Demmink in de dienstauto af en toe seks had met jongens. De uitspraken van Wrakking in NRC zijn opmerkelijk, omdat tot nu toe drie ministers van justitie altijd glashard hebben ontkend dat Demmink in beeld is geweest bij dat onderzoek. Onlangs ook nog door de huidige minister van Justitie Opstelten. Wij gaan altijd uit van de juistheid van de gegevens. Dus hij is op geen enkele wijze voorgekomen in het Rolodex-onderzoek. Het Rolodex-onderzoek heeft uiteindelijk niets opgeleverd omdat het stuk liep. Volgens betrokken rechercheurs zou het zijn uitgelekt. En daardoor leverden huiszoekingen en telefoontaps geen bruikbare informatie meer op. Naar de voormalig topambtenaar Demmink loopt nog altijd een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt al jaren beschuldigd van seksueel misbruik. Joris Demmink, voormalig topambtenaar hier op het ministerie van Justitie. Meneer Demmink, heeft u voor het laatst een kind misbruikt? Waarom zegt u niks? Wat is er waar van de aantijgingen? Het was niks, het is niks en het wordt niks. Is het een bizarre complottheorie of zit er toch een kern van waarheid in? Wij mochten met niemand erover praten, dus niet met de collega's die dus buiten het onderzoek stonden. Vanavond nieuwe ontwikkelingen in de strafzaak tegen Demmink. De Rijksrecherche doet nu ook onderzoek naar meldingen van chauffeurs over het gedrag van Demmink. Hij zei, ik voel me nog erger dan een hond behandeld door deze opstelling van de heer Demmink. Over omstreden dienstreizen en niets verhullende jongensporno. Oh. Caro Brandpunt over het dossier Demmink. Goeiedag meneer Demmink. Goedemiddag. Alles goed met u? Uitstekend met u. Ja, hartstikke goed. Zou ik u een korte vraag mogen stellen? Nee, dank u. Zomer 2012 op het plein bij de Tweede Kamer. Meneer Demmink. Joris Demmink wordt bestookt door demonstranten die hem dan al 10 jaar van kindermisbruik beschuldigen. Het is de enige keer dat Demmink voor een camera reageert op de aantijgingen. Zou ik u één korte vraag mogen stellen? Nee, over dat had ik u al gezegd. Want ik kan me voorstellen dat het toch heel vervelend is, ook voor u. En... Nou, als je er niets van aantrekt, valt er reuze mee. Oké, maar ja, niets van aantrekken. Maar zit er een kern van waarheid in? Want dat vragen veel mensen nog steeds af. Ik zou bijna zeggen, uiteraard niet. Oké. Demmink, inmiddels gepensioneerd, heeft een lange carrière achter de rug bij het ministerie van Defensie en op het departement van Justitie, waar hij opklimt tot secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar. Een slimme, echt een hele intelligente man. En iets van spanning of gebukt gaan onder deze zaak, die toen toch al liep, heb ik eigenlijk niet bij hem bespeurd. Hoe machtig is een secretaris-generaal op Justitie? Het is natuurlijk de rechterhand van de minister. En de baas van een hele ambtelijke organisatie. Dus een hele belangrijke functie. 11 jaar geleden raakt Demmink voor het eerst in opspraak door artikelen in de Gaykrant en Panorama. Hij wordt daarin beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij zou onder andere in Eindhoven jongensprostituees hebben bezocht. Demmink stuurt zijn advocaat op de bladen af en eist rectificatie. Mijn cliënt is nimmer in het Anne Frank-plantsoen geweest. Mijn cliënt heeft nimmer jongensbordelen bezocht. En ik wil het nog ruimer aan u voorhouden. Mijn cliënt heeft zich ook nimmer schuldig gemaakt aan seksuele contacten met minderjarigen. Een paar dagen na de publicatie spreekt hoofdredacteur Henk Krol van de Gaykrant vertrouwelijk met Demmink.
Wat er is besproken mag niet naar buiten worden gebracht. Maar Brandpunt beschikt nu over het gespreksverslag. Demmink zegt daarin onder meer... Het zijn indianenverhalen van mensen die homofoob zijn. Lange tijd had ik niet eens in de gaten dat er zoveel bizarre verhalen over mij werden rondgestrooid. In het midden van de orkaan is het windstil. De afgelopen maanden steekt de orkaan rond Demmink opnieuw op. Voor de rechtbank in Utrecht wordt een aantal belastende verklaringen over hem afgelegd. Onder meer door collega's van justitie, zoals deze oud-gevangenisdirecteur. Bent u ermee bekend of er begin jaren 90 al geruchten gingen over meneer Demmink dat hij een seksuele voorkeur voor jonge jongens zou hebben? Ja, dat is toch een beetje een soort veenbrandje geweest. Af en toe was het weer stil en dan kwamen die geruchten weer naar boven. Volgens gevangenisdirecteur Van Huet zou Demmink tijdens buitenlandse dienstreizen een seksclub in Praag hebben bezocht, waar minderjarige jongens werkten. De Pinocchio-bar. En dan ging de hele club die daar klus had, die ging met het vliegtuig. En Demmink die stond er dan op per se dat hij met de blauwe Ford Scorpio ging. Dat was dan de dienstauto. Later bleek dat hij dan de Pinocchio-bar in Praag frequenteerde. En die tent die schijnt heel slecht bekend te staan in Praag. Als je in Praag de taxichauffeur vraagt, breng me naar de Pinocchio-bar, dan kijkt hij je toch aan van, ben je wel goed bij je hoofd? Ik ben vaak in Praag geweest, soms wel 3 keer per jaar. De Pinocchio-bar heb ik nog nimmer bezocht. Samen met een goede vriend ben ik wel eens in een gaybar geweest. Maar dat was dan wel een heel gewone bar. Mijn vriend heette Libor en was toen 23 jaar. Van 1993 tot 2000 heb ik een relatie met hem gehad. Kom schon, mijn vriend, leg dich über die bank. De vriend waar Demmink het over heeft is deze man, Libor Tjitlik. Hij heeft een opmerkelijk beroep, pornoacteur. Libor speelt in homoerotische films die in Praag worden opgenomen. En nu zeig je mir mal deinen guten Willen. Dit is een van de dvd's waarin Libor een hoofdrol speelt. Dat is Fiekende Klassenzimmer, heet hij. Met de vriend van Demmink als onderwijzer die seks heeft met zijn leerlingen. Last schön im Duett, das gefällt mir. Ich liebe euren schnellen jugendlichen Song. U heeft een aantal beelden gezien van deze dvd, waarop wordt beweerd dat deze jongens ouder zijn dan 18. Wat is uw indruk? Er staan beelden bij van jongens die dus inderdaad geen 18 jaar zijn. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze dus 14 of 12 jaar zijn. Het is weer het bekende 16, 17-jarige grensgeval. Is Demmink chantabel geweest door zijn relatie met die pornoacteur? Dat kan ik niet beoordelen. In het algemeen eigenlijk niet. Want je mag met wie dan ook een relatie hebben. En kan daar wenkbrauwen over fronsen. Maar eigenlijk gaat het ons verder geen donder aan. Als ik Demmink zou zijn, zou ik het niet fijn vinden dat mijn vriend in dergelijke films een rol speelt. Omdat daar dus toch ook jongens bij zijn die dus, ook al staat er op de dvd, 18 jaar, jonger zijn dan 18 jaar, naar mijn idee. De aantijgingen tegen Demmink gaan terug tot ver in de jaren 90. Tjit Posma werkt op dat moment als hoofd facilitaire zaken op het departement. De chauffeurs van de dienstauto's vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Op zeker moment komt een van hen met een klacht. De klacht betrof de heer Demmink. Die had hij de avond tevoren vervoerd. Er was een dienstrit aangevraagd. Het is ongeveer 2:30 in de nacht geworden. En de opwinding zal er ook ongetwijfeld mee te maken hebben gehad dat de locatie een uitgaansgelegenheid in de Kazernestraat betrof. Want de heer Demmink zat daar in een bar, ja, in de Kazernestraat. En hij moest er iedere keer naar binnen om te vragen van, komt u eens? Ja, zo heeft Harry Dijkmeijen dat letterlijk verteld. Hij zei, ik voel me nog erger dan een hond behandeld door deze opstelling van de heer Demmink. Ook een andere chauffeur vertelt over Demmink. Die chauffeur zelf die heeft mij verteld dat hij op een van de dienstreizen richting Brussel... op verzoek in een wat loesje buitenwijk van Brussel een jongeman moest oppikken. Waarmee vervolgens, die nam plaats op de achterbank bij de heer Demmink. En waarmee vervolgens seksuele handelingen werden verricht. Hij kon daarvan al rijdend kennis nemen via zijn achteruitkijkspiegel. In 2002 doet de geheime dienst, de AIVD, onderzoek naar deze aantijgingen. Als Demmink bevorderd moet worden tot secretaris-generaal op justitie. Ook Posma wordt dan gehoord. Wat hebben zij met die informatie gedaan? Nou ja, ik denk weinig tot niets. Want een aantal maanden nadien werd Joris Demmink benoemd als secretaris-generaal. Wat dacht u toen? Ja, onbestaanbaar.
onbestaanbaar in zo'n functie. Zo'n onderzoek is routine en duurt meestal enkele dagen. In mijn geval duurde het 4 lange maanden. Er waren tientallen mensen die me de nek wilden breken. Het AIVD-onderzoek is niet het eerste naar Demmink. Begin 1997 komt er bij de criminele inlichtingendienst informatie over hem binnen. Demmink zou betrokken zijn bij misbruik van minderjarige jongens. Later dat jaar wordt ook zedenspecialist Jaap Hoek bij het onderzoek betrokken, nadat er bij een schandknaap een agenda is gevonden met belastende informatie over justitieambtenaren. Dat was explosief. Ik bedoel, in een agenda nummers van ambtenaren van justitie uit Den Haag, geheime nummers. Dat is niet wat je dus thuis vindt bij schandknaapjes in een agenda. Hè. Laten we dat eerlijk zijn. Op een kazerne in Soesterberg gaat het team in het diepste geheim op onderzoek. Maar niet naar Demmink. Die blijkt al op de hoogte te zijn en is inmiddels geen verdachte meer. Ook het onderzoek naar de andere hooggeplaatste justitieambtenaren levert niets op. Al wat ik me kan herinneren is dat wij dus in feite geen steek verder kwamen met ons onderzoek. Want het was gelekt. Er was duidelijk dus gewoon de mensen om wie het ging waren op de hoogte van het onderzoek. Hoe kon u dat merken? Ja, er kwam niks meer over de tap. En normaal gesproken zie je dus hier en daar toch wel bewegingen. Nou, die waren er dus niet meer. En dan probeer je dus nog met allerlei toestanden om nog wat te bereiken. Maar eigenlijk ben je voor de katse viool bezig, om het maar even heel populair te zeggen. Want de boel was verlinkt? Dat was verlinkt, ja. Onlangs bleek dat deze man, Joop de Wijs, de toenmalig chef van de KLPD, het onderzoek liet uitlekken. Als er toch stevige aanwijzingen zouden zijn dat er iets illegaals aan de orde was, dan mag het natuurlijk niet uitmaken of het gaat om een hoofdofficier of om de bakker of de slager. Dat maakt natuurlijk geen verschil. En in zo'n situatie is lekker natuurlijk uit den boze. Joris Demmink, wij weten dat je er bent. Je wordt al vanaf 1994 verdacht van kindermisbruik. De laatste jaren is er steeds vaker en feller tegen Demmink gedemonstreerd. Dit is Micha Kat, een voormalig NRC-journalist die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om Joris Demmink veroordeeld te krijgen. Meneer Demmink, misbruikt u nog steeds kinderen? Bent u een pedofiel, meneer Demmink? Meneer Demmink, heeft u nog laatst een kind misbruikt? Waarom zegt u niks? U wordt betaald met gemeenschapsgeld. Gaat u dat Pinocchio op arm, meneer Demmink? Wanneer bent u voor het laatst geweest? Japan! Wat heeft u in Japan gedaan, meneer Demmink? In Japan! Het gooien met bagger is onverminderd verder gegaan. Allemaal vuurtjes die werden opgestookt door mensen die mij niet goed gezind zijn. De roep om strafvervolging van Demmink blijft jarenlang onbeantwoord. Tot dit jaar. Het gerechtshof in Arnhem bepaalt dat aangiftes van seksueel misbruik van 2 jongens in Turkije nader onderzocht moeten worden. Het lijkt een keerpunt in de zaak. De ene man stelde mij seksueel misbruikt te zijn door meneer Demmink. En de andere man, want het zijn nu mannen, vertelde mij dat hij verkracht was door meneer Demmink. Hoe oud waren ze toen dat gebeurde? 13, 14 jaar. Voormalig politieman Klaas Langedoen doet onderzoek in Turkije. Hij spreekt er uitvoerig met de 2 mannen die zeggen misbruikt te zijn. Dit waren jongens die op straat woonden. Er was een wijk in Istanbul waar al die straatjongens bij elkaar komen, waar ze ook 's nachts slapen. Hen werd in het vooruitzicht gesteld dat ze geld en spullen kregen. En dat ze in contact werden gebracht met iemand. En dat het voor hun goed was. Ze hadden niks en ze konden er alleen maar beter van worden, dachten ze. Nummer 1? Toen ik ze ben gaan horen met een cameraopstelling, heb ik ze een aantal foto's getoond. En zij haalden de foto van Joris Demmink daaruit. Het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink gaat inmiddels niet alleen meer over de gebeurtenissen in Turkije. Het onderzoek van de Rijksrecherche is afgelopen week uitgebreid. Ook de andere aantijgingen worden nu onderzocht. De Rijksrecherche heeft mij verhoord naar aanleiding van de verklaringen die ik een maand geleden heb afgelegd in de civiele zaak die loopt. De Rijksrecherche is in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen Joris Demmink hiermee doende. En zij willen mij nog dieper uitvragen naar aanleiding van het proces van waar wat er nu ligt. En dat gaat dan met name over de ervaringen met chauffeurs van Joris Demmink? Ja. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan Brandpunt dat het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink is uitgebreid en zich niet meer beperkt tot de aangiftes uit Turkije, waartoe het gerechtshof in Arnhem opdracht had gegeven. Ja, dat is natuurlijk wel de opdracht van het hof om dat
onderzoeken, verder te onderzoeken. Tegelijkertijd zie je dat er op een andere plek, dus bij die rechtscommissaris in Utrecht, ook wordt gesproken over mogelijk seksueel misbruik. Het OM wil dat we dat gewoon wel meenemen in het onderzoek om te bekijken wat je daarmee kunt. Het onderzoek zal naar verwachting nog tot volgend jaar duren. Joris Demmink wil niet reageren op de nieuwe ontwikkelingen.